to Harmony of Hardcore. I'm here today with Spit Noise, yes, because he's the enter maker. If you're not Dutch, please turn on the subtitles, because we're both Dutch, so we're gonna do this in Dutch. Hey, hoe voel je je? Ja, supergoed. 2 jaar lang gewacht natuurlijk. Ja. En eindelijk mogen we Anthem Show dadelijk doen. 2 jaar lang ook het Anthem op de plank gehad. Eindelijk mogen we releasen nou. En ja, ik kan niet wachten. Nee. Super vet. Je doet eerst een Anthem Show en dan ook nog een set. Wat kunnen we een beetje verwachten? Tijdens de Anthem Show gaan we echt het Anthem doen. Dus flink knallen, gewoon heel het Anthem vol met vuurwerk, danseressen, wordt super vet. En tijdens het set is het gewoon de normale Spit Noise sound. 3 kwartiertjes nou helaas, maar wel gewoon maximaal gas geven en doorknallen tot het einde. Ja, want Harmony of Hardcore betekent best wel veel voor jou, heb ik gehoord. Kan je een beetje uitleggen wat dat... Harmony is natuurlijk de plek waar het voor mij allemaal begon. Het is, mijn derde boeking was Harmony of Hardcore. Ja. Stond ik hier op de Talent Stage. Dat was toen nog op de Mountain, zeg maar, wat nu de Millennium is. Dus ja, de Harmony of Hardcore is eigenlijk mijn thuisfeestje. De eerste keer kwam ik hier op de fiets als jong manneke. En nou sluit ik hier de fucking mainstage af, weet je wel. Dus ja, heel ziek. En als ze je dan vragen voor zo'n anthem, hoe gaat dat dan? Komen ze, krijg je gewoon een berichtje of hoe zit dat? Ja, het was dus ook eigenlijk de eerste keer voor mij dat ik een anthem had gedaan voor zo'n groot feest. En het stuurde eigenlijk gewoon een berichtje van, hey Stan, je staat dit jaar op de mainstage, eigenlijk al 2020, ja. Wil je het anthem gaan doen? Dus ja, natuurlijk volmondig, ja. Ja, ja. En als je dan met een anthem bezig bent, is dat dan anders als je dan met een normale track bezig bent? Zeker omdat ik een up-tempo artiest ben, is het natuurlijk wel iets anders. Normaal maak je echt een knalplaat. Net als de nieuwe collab met Envitral is gewoon echt een beuker. En een anthem probeert toch wel een beetje op een manier aan te pakken dat je hem iets breder publiek kan toespelen met dat anthem, zeg maar. Dus een iets langere break. Hey, hey! Fans. Ja. Nou ja, we gaan het zo zien. Hè. Ik ben echt super benieuwd. Ja, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Come on! This is the party! Harmony makes a motherfucking noise! Make some motherfucking noise for Spit Noise!